later, dan kunnen jullie zelf even terugkijken. En nu gaan we het hebben over openbaring. Van wat is het eigenlijk? En wat levert het ons? Wat brengt het ons? En ja, we gaan gewoon kijken wat spreuken voor ons betekent. Kijken. Yes. Ja, we gaan zo beginnen. Ik ga bidden en daarna kunnen we kijken. Waar we beginnen. We vragen God aanwezigheid. Laten we bidden in de naam van Jezus. God, ik kom voor uw troon. Om u te danken, te prijzen, te loven voor alles wat u voor ons heeft gedaan, Vader. Dat u ons hierheen heeft gebracht op deze avond om te horen vanuit de schrift. Om te horen van wat u tegen ons te zeggen heeft, Jezus Christus. We hadden dit niet zonder u gekund. Wilt u alsjeblieft daarom uw Heilige Geest sturen om ons te leiden, te beschermen. En door deze boeken van openbaring dat we heen zullen gaan. Dat we wijsheid zullen ontvangen, dat we kracht en moed zullen ontvangen. Want het is een boek waar dat u ons verteld heeft wat er zal gebeuren in de toekomst. En we zijn heel dankbaar dat we deze boek hebben gekregen en ontvangen, Jezus. Wilt u ons leiden, beschermen, Vader. In de naam van Jezus verbreek ik elke foute geest die zal proberen om dit te storen, om dit aan te vallen. Ik verbreek die machtige kracht in de naam. Ik verbreek die kracht in de machtige naam van Jezus Christus. Ik verstop dit moment onder het bloed van Jezus. Vader, spreek via mij, spreek tot mij, spreek tot ons, Vader Jezus. Laat uw wil geschieden. Leer ons, onderwijs ons, Vader, de dingen die we moeten weten in het geheim. Vader, 2000 jaar lang was dit een geheim totdat u ons de heilige boek heeft gegeven. En u laat uw kinderen nooit in de steek. U heeft ons laten zien en geopenbaard de dingen die er zullen gebeuren in de eindtijd. En nu maken we allerlei rampen. We maken allerlei verdrukkingen mee, Vader. Wat nu weten we van, oké, we zijn bijna. U komt bijna terug, Vader, om ons op te halen. Vul ons open, onze harten. Voor iedereen die zal kijken en die nog thuis terug zal kijken, Vader, dat ze gezegend mogen zijn met deze boodschap. In de naam van Jezus. Leid het gesprek, leid alles, Vader. Alle vragen in de naam van Jezus Christus. Amen. Yes, dank jullie wel. Dank je wel voor het kijken, iedereen. Dank je wel voor het tunen. En ik heb zeg maar, ik heb opgeschreven wat het hem allemaal een beetje betekent. Ik ga eerst even, ik heb dingen opgeschreven, hele bijbelstudie, dat ik zelf heb gevolgd over deze boek Openbaring. En dat ga ik samen met jullie doornemen, stap voor stap. Ik ga niet alles vertellen, want je moet wel een beetje spanning hebben. Je moet wel een beetje dingen laten verwerken om te kijken van hoe gaan we volgende week zondag gaan we verder met een ander hoofdstuk. En ik ga voornamelijk vandaag een beetje een begin proberen uit te leggen van wat betekent openbaring en waarvoor is het bedoeld en wat vinden mensen van het boek Openbaring. Openbaring. Waar staat Openbaring is een boek waar Gods agenda in staat, zeg maar. God heeft ons, zoals ik al gebeden, heeft niet alleen gelaten. Hoi Rachel, hoi Ilona, hoi Glenn, hoi Lala, hoi iedereen die aan het kijken is. We zijn bezig met Openbaring. God heeft ons, zeg maar, Openbaring is een boek waar Gods agenda in staat. Via deze boek heeft God ons de waarheid getoond. Via deze boek heeft God ons de wijsheid gegeven om te ontdekken, zeg maar, wat hij voor ons bedoelt. En te ontdekken wat zijn plannen waren voor de mensheid. Want alles wat we om ons heen zien gebeuren, deze wereld zal niet voor altijd zijn. Deze wereld zal niet voor altijd regeren. Jezus Christus komt terug en we weten allemaal, alle christenen wachten met spanning af van, want we weten dat Jezus Christus terugkomt. En dit is de boek, zeg maar, die God heeft aangelaten om ons, zeg maar, te helpen en te steunen in deze hele moeilijke tijd. De inleiding, we gaan 1 over hebben, wat is bijbelprofecie? Wat zijn 2, wat zegt de Bijbel over bijbelprofecie? Gods reactie op de bijbelprofecie, dus dat is eigenlijk een beetje wat in openbaring staat, de profetieën. 3, waarom moeten we bijbelstudie bestuderen? Dus daar gaan we ook over hebben. Waarom moeten we de boeken van openbaring bestuderen? Waarom moeten we uitkijken naar de dingen die al komen? En waarom is dat belangrijk? En een overzicht, we gaan kijken naar een overzicht van bijbelprofecie. Even kijken. Profecie is een ware woord. Je kunt erop vertrouwen, je kunt het waarnemen. Het zijn toekomstplannen waar je op kunt bouwen. God gaf aan elke profeet door de tijd een andere profecie. Hij gaf niet aan iedereen dezelfde. Dat deed hij om de geloofwaardigheid van zijn woord in acht te nemen. Dus een bijbelprofecie. De boeken van openbaring staan allerlei
profetieën, verschillende profetieën die God ons heeft gegeven door de jaren heen, door de verschillende profeten, zeg maar, om ons te openbaren over de dingen die zullen gebeuren in de eindtijd, over de dingen die we zien gebeuren en over hoe de toekomst zal lopen. Want God heeft ons niet op deze wereld gezet om alleen maar hier te zijn, maar profetieën zijn dingen die, zeg maar, echt waar gebeurd zijn. Dingen over het verleden, toekomst en die nog gaan komen, zeg maar. Over toekomst, nu en dingen die er nog gaan komen. We leven in een bijzondere periode waar de ene naar de andere profetie voor onze ogen uitkomen. Zo komen alles uit als een plaatje, boek. We leven in de leukste tijden. We leven in een tijd, zeg maar, waar we inderdaad alles zien gebeuren. Van de eindtijd, van de rampen, de verdrukkingen. Jezus zei, maak je niet druk om wat je gaat eten, wat je gaat drinken. Want hij zal zelf voor ons zorgen. We zien, zeg maar, zoals in de boeken staat. Bij Matteüs 24, vers 8, 7 tot en met 22, lezen we: over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoten en aardbevingen zijn, maar dat is alleen maar nog slechts het begin van de ellende. Het kwaad zal over de hand toenemen, zodat de liefde van de mensen zal afkoelen. Maar wie dwars daardoor alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Staat, want er zal een verdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nog nooit zal terugkomen. Als God de tijd niet zal verkorten, zal geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort ter wille van hen die bij God horen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt over Matteüs, zeg maar, het Nieuwe Testament, over de dingen die zullen gebeuren. We weten dat de dingen waar zijn, dat de Bijbelprofetieën die uitkomen, er zijn al heel veel profetieën uitgekomen, zoals de bouw van Israël en dit en dat. En zoveel profetieën die wij hebben zien, de terugkeer van het volk Israël, zeg maar, of de balingschap. Alles wat in de Bijbel staat dat er ging gebeuren tot nu toe, de dag dat we vandaag leven, is al gebeurd, zeg maar. Wanneer wij de Bijbelprofetieën lezen, zien we Gods plan voor de mensheid. Hij heeft deze dingen geschreven zodat wij zijn plan zouden ontdekken door de geschiedenis heen. En het is allemaal openbaar, zodat ze tijd nemen om die te bestuderen. God heeft ons geen geheim achtergelaten. Hij wist, zeg maar, dat wij in deze eindtijd zouden, uiteindelijk deze moment zouden bereiken. En alles wat hij in de Bijbel heeft geschreven over die dingen die zullen uitkomen, is gewoon een gids, zeg maar, voor ons om te weten hoe wij deze periode moeten overleven. Hoe wij in deze wereld moeten overleven. Want nogmaals, alles wat wij hier zien gaat voorbij. De hele wereld gaat voorbij, behalve het woord van God. Vanaf de belofte die God aan Abraham had gelegd vanaf het begin, hebben we door de jaren heen gezien dat ook in het Oude Testament, dat ze altijd spraken over een redder, een mens die zou komen, zeg maar, iemand die zou komen om ons te bevrijden, om ons te redden. En dat is Jezus Christus. Er staan duizenden profetieën over zijn komst. En dat is best wel fascinerend, want hoe wisten ze al die tijd van dat dit zal gebeuren, zeg maar. Het maakt niks uit wat er om ons heen gebeurt. Je kunt rustig gaan slapen, omdat wij weten dat God de controle heeft over alles. Over alles wat er gebeurt om ons heen. Dus alles wat er gebeurt om ons heen. In Nederland maken we dat eigenlijk nog niet zo heftig. Maar je hebt sommige landen die echt gewoon, wat ik altijd deel, tsunamis, rampen, vulkaanuitbarstingen. Dat zijn allemaal tekenen van de eindtijd. En dat zijn allemaal profetieën die God heeft gezegd en geschreven in de Bijbel om ons te helpen om door deze moeilijke en zware tijd, zeg maar, doorheen te gaan. Dus wij christenen, wij weten waar wij naartoe gaan. Wij weten wat ons doel is. Wij kunnen gewoon rustig gaan slapen. Wij hoeven ons niet druk te maken over wat er gaat komen. Zolang jij goed met God wandelt, weet van dat onze redding, zeg maar, eigenlijk nabij is. Hoe meer dingen wij zien, hoe meer wij weten van Jezus komt binnenkort terug en onze redding staat letterlijk voor de stoep. Wat is een Bijbelprofecie? Een Bijbelprofecie is het uitspreken van de geest en raad van God. Dus ja, dit kan je allemaal straks weer terugkijken en volgen. Ik ga het ook op mijn website zetten en alles. Dan kan je rustig terugkijken. Dus een Bijbelprofecie is het uitspreken van de geest en de raad van God. 2. Profecie is niet noodzakelijk en niet in de eerste plaats een voorspelling dat het verklaren is waarom niet op natuurlijke wijze bekend kan worden. Het is de vierde vertellen van de wil van God. Of het nu gaat om de verleden, de heden of de toekomst, zeg maar. Dat is een beetje wat bij de profetie inhoudt. Heden, toekomst en verleden. Wat zegt de Bijbel over God en de Bijbel over profetieën? Dat kunnen we lezen in Jesaja 46, vers 10. Ik ga even mijn Bijbel erbij pakken.
Jesaja 46. Vers 10. Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat ik heb bepaald zal gebeuren zoals ik heb besloten. Dus hier lezen wij zeg maar wat de Bijbel zegt over Bijbelprofecie. Zeg maar, dat het ons verkondigt de afloop van de dingen die er zullen gebeuren. En dat God al bepaald heeft over de dingen die gaan gebeuren. Zeg maar. God heeft dat al bepaald. En dat zijn de Bijbelprofecieën. En dat is wat de Bijbel ons vertelt. Wat een Bijbelprofecie is. Dus een zicht op de dingen die er zullen gebeuren. Zeg maar. God wil dat je aan het einde van de tijd, dat je de einde van de tijd begrijpt. God wil dat wij deze momenten begrijpen. Van, stel voor dat we de Bijbel niet hadden. Dat we niet wisten van hoe alles zou verlopen. God is niet zo. Hij houdt zoveel van ons. Dat hij ons al 2000 jaar geleden. Via zijn dienaren, zijn profeten. Ons heeft gewaarschuwd voor de dingen die er zullen komen. Waarom moet je de Bijbelprofecie bestuderen? Omdat we aangeraden worden om de Bijbel te bestuderen. Een Bijbelprofecie is, is het woord van God beschreven. 33% van wat je leest in de Bijbel is Bijbelprofecie. Dus echt van de A tot Z, 33% daarvan is Bijbelprofecie. Je moet rustig aandoen en goed bestuderen. Je hoeft niet te haasten, je hoeft niet je druk te maken. Bijbelprofecie moet je gewoon langzaam en moet je gewoon echt de tijd nemen om het te begrijpen. En ook God laten spreken en ook God laten antwoorden. Om de antwoorden horen van God. Omdat Bijbelprofecie antwoord heeft op de harde waarheid en vragen over het leven en deze wereld. Heel veel mensen durven zeg maar, de boeken van Openbaring niet te lezen. En omdat ze bang zijn van, oh, wat gaat er gebeuren? Ik wil niet weten wat er gaat gebeuren. Of de oordeel, zeg maar. Maar dat is niet de bedoeling van Bijbelprofecie. Het is hier niet om ons bang te maken. Het is hier niet om ons bang te maken om dingen te vertellen die er niet zijn. Het is gewoon hier om ons te helpen en te waarschuwen en te informeren over de dingen die gaat gebeuren in Gods agenda. Want deze wereld is niet van ons. We leven in Gods agenda. En daarom zijn de Bijbelprofecieën hier om ons te vertellen van hoe ziet Gods agenda eruit. De Openbaring is nooit bedoeld om mensen bang te maken. En ik weet niet welke van kerk of welke plek mensen vroeger gelezen hebben van Openbaring, weet je wel. Er zijn zoveel kerken die niet Openbaring preken omdat ze bang zijn om hun leden kwijt te raken. Omdat het zo diep is. Het is zo heftig, zeg maar, dat sommige mensen zijn echt bang om Openbaring te spreken. Omdat ze denken van, mensen gaan weg, weet je wel. Want ik kan ze maar niet vertellen dat ze doodgaan. Ik kan ze maar niet vertellen dat de hel bestaat, weet je wel. Want ze zijn bang om mensen kwijt te raken. Maar we moeten als christenen praten over Openbaring. Want het is Gods agenda. En een echte leider is iemand die andere mensen waarschuwt over de dingen die zullen gebeuren. Dus dat moeten we niet vergeten. Ik ben nu nog een beetje aan het uitleggen wat Bijbelse profetie inhoudt. Want dit ga ik ook allemaal op mijn website zetten. Dan vanaf begin tot het einde kunnen mensen gewoon rustig volgen. Dus omdat Bijbelprofecie het antwoord heeft op de harde waarheid en vragen over het leven en deze wereld. Bijbelprofecie heeft echt alle antwoorden op alles gewoon wat jij wilt weten, zeg maar, als mens zijnde. Van wat gebeurt er om ons heen? Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? En het staat ook gewoon de harde waarheid. Want sommige mensen willen het niet horen. Sommige mensen willen niet weten hoe hun toekomst zal eindigen. Nou, ik hoef mij als christenen, hoeven wij ons nergens druk om te maken. Als jij met God wandelt, als jij al een goede mens bent, waarom moet je je bang zijn? En waarom moet je je druk maken van de dingen die zullen gebeuren? Maak je niet druk om dat, want het is juist bedoeld om ons te helpen. Ze zijn bang, zeg maar, om over het leven voor de waarheid en vragen over dingen van ons van dit leven. Zoals, wat gebeurt er na de dood? Ooit afgevraagd, hebben mensen zich ooit afgevraagd, wat gebeurt er na de dood? Sommige mensen gaan echt medium, ze denken dat ze terugkomen, geen reïncarnatie, in dieren worden veranderd. Maar dat zijn allemaal leugens van de duivel. Van, in Openbaring, zeg maar, staat precies wat er gebeurt na het leven. Van stap van het begin tot het einde, van wat gaat er precies gebeuren? En het is zo fijn als je weet van hoe deze wereld ten einde gaat en hoe deze wereld, zeg maar, naartoe gaat lopen. Het is zo bevredigend als je dat weet. Even kijken, Korintiërs. Paulus praat over de opstanding, zeg maar. Paulus praat over de opstanding in Korintië. Want niet iedereen zal slapen. Want slapen bedoelt hij, zeg maar, doodgaan. Wij zijn zo de gezegende generatie. Sommigen van ons zullen nooit de dood kennen. Sommigen van ons zullen nooit sterven. En ik vroeg me altijd af van waarom leef ik in deze tijd? En dan denk ik van al die rampen, al die ellende, al die lockdown. Waarom leven wij in deze tijd?
Maar ik ben zo dankbaar. Wanneer jij met God wandelt en het goede werk van God doet, dan ben je eigenlijk dankbaar dat wij in deze tijd leven. Er zijn mensen 2000 jaar geleden voor ons die dit moment wilden meemaken. Ze zijn doodgegaan en hun geest zit bij God. Hun lichaam is alleen hier op aarde aan het wachten totdat God, zeg maar, Jezus terugkomt. Daarom zullen ze de doden, zeg maar, want we hebben ons lichaam nodig, weet je wel. En daarom zullen de doden eerst opstaan, ook al is hun geest bij God, zeg maar. En daarna zullen wij meegaan. Sommige mensen, zoals Paulus heeft gezegd, wij zullen nooit de dood ervaren. Wij zullen letterlijk binnen een oogwenk, bam, zullen we zo in de lucht gaan en zullen we ook echt bij God zijn. Dus we moeten zo dankbaar zijn dat God ons, zeg maar, deze mooie periode eigenlijk. Maak je niet druk om alles wat er gebeurt. Ik heb geen eten, ik heb geen drinken, ik heb geen dit, weet je wel. Ga gewoon eten bewaren. Ga eten, extra eten kopen. Zodat je, als het tijden moeilijk wordt, jou en je buren en mensen kan helpen, weet je wel. Maar wees echt dankbaar en wees blij. Want God wist precies wanneer hij wie in welke periode moest leggen in deze mensheid, creatie van de mensheid. Want ik zei altijd vroeger van, ik wou dat ik leefde in de tijd van David of in de tijd van dit, dat. Maar kijk, we zijn nu hier, weet je wel. En God wist precies waarom jij hier bent, waarom jij precies op deze moment bent. De kinderen die je hebt, de mensen die je om je heen hebt, de familie die jij hebt. God heeft geen fout gemaakt. Hij maakt nooit een fout. Dus nagaan 2000 jaar geleden, voordat jij hier was, wist God al dat jij hier zou zijn. En God heeft ervoor gekozen. Er zullen mensen zijn die in deze tijd leven. Er zijn mensen die vroeger in de tijd van Mozes hebben geleefd. Er zijn mensen die dadelijk in de millenniumjaar geboren zullen worden. Die nog niet eens geboren zijn. Maar ik ben zo dankbaar eigenlijk dat ik nu leef in deze tijd. Dus ja, ik ben heel dankbaar. Waar, de Bijbelprofecie vertelt ons ook, zeg maar. Waar zal de duivel zijn? Waar zou hij eindigen? Dus eigenlijk zijn einde van hoe zou het afgelopen moment mensen denken van oh, ik moet vrezen, de duivel bang zijn. Nee, de Bijbelprofecie van Openbaring vertelt ons precies wat zijn einde zal zijn. En dat is echt bevredigend als jij weet van dat al het kwaadheid, al het boosheid, al die dingen zullen niet voor altijd bestaan, zullen niet voor eeuwig zijn. Dus dat zeg maar. En wat zal er met de aarde worden? Wat zal er met de aarde gebeuren? Dat is ook iets wat Openbaring ons vertelt. Weet dat de aarde niet volledig vernietigd zal worden. Want er zijn mensen die willen de aarde helemaal kapot maken door oorlogen, dit, dat. Zelf dadelijk met de ramp en alles wat er zal gebeuren. De aarde zal niet helemaal verwoest zijn. Want dat is niet Gods plan om de aarde helemaal kapot te maken. Hij gaat nooit dingen kapot maken, iets kapot maken die hij echt gepland heeft. Dadelijk komt de nieuwe hemel, de nieuwe stad van Jeruzalem, komt hier op aarde. Jezus zal terugkomen en hij zal hier op aarde wandelen en lopen. En zijn koninkrijk, die duizendrijk, zal hier op aarde zijn. Dus de aarde zal nooit vernietigd, helemaal vernietigd worden. Dat is ook wat de Bijbelprofecie voor Openbaring ons leert en ons zegt. Want het zal de mens nooit lukken om dat te doen, zeg maar. Dus een mens, maakt niet uit wat voor oorlog, wat voor dingen ze meekomen. Het zal ze nooit lukken om de hele aarde geheel kapot te maken. Dus dat moet je vergeten, niet vergeten dat de aarde nooit echt helemaal kapot zal gaan. Maakt niet uit wat mensen plannen, nucleaire wapens of niet. De aarde zal nooit helemaal vernietigd worden. Want dat is niet volgens de Bijbel. En geen enkel Bijbelvers zegt dat het wel zal gebeuren. Dus daar moeten we van uitgaan dat het in ieder geval niet zal gebeuren. Hemel en hel zijn dit echte plaatsen. Dat gaan we ook leren uit deze Bijbelprofecie van Openbaring. Zijn hemel en hel wel echt, zeg maar. Zijn hemel echt wel echte plaatsen. Zoals jij en ik zijn we echt. Ja. Leven wij in de eindtijden? Dat is ook iets, zeg maar, wat we gaan leren. Bijbelprofecie is Gods orde en event. Het geeft hoop op sterven en op een stervende wereld en op de tegenwoordige problemen. Wat je ook doorheen gaat, hou vol. Want het lijden is van vandaag is niks vergeleken met wat er komen zal tijdens de grote verdrukking. Dus geef niet zo snel op. Als je merkt, zeg maar, dat je de Bijbelprofecie dus is, zeg maar, de orde van wat er gaat gebeuren, zeg maar, met deze wereld. En we moeten de hoop niet opgeven. Dus maak je niet druk, want het lijden wat wij nu doen, de pijn en de zorgen en de niet kunnen slapen en dadelijk niet kunnen eten, QR-code, dit en dat. Mensen, het is niks vergeleken met wat komen zal. Het is niks vergeleken met de verdrukkingen waar wij later over gaan hebben. Het is letterlijk niks. En ik wil jullie de hoop geven en bemoedigen van hou vol en maak je niet druk, zeg. Maak je niet druk om wat er gebeurt. Want
dit is niks. Het lijden wat we nu meemaken is niks vergelijken met wat er komen zal. Dus dat is ook iets wat Openbaring ons leert. Door het boek van Openbaring, zodat we zien en we lezen al die rampen die dan zullen gebeuren, weten wij gewoon van wauw, dit lijden wat we nu meemaken is niks. Het is letterlijk maar voor eventjes, want het kwade zal niet altijd regeren. Wij zitten letterlijk te wachten totdat Jezus terugkomt en dan bam, wij zijn weg. Wij zijn weg hier. Wij hebben een uitweg. Wij hebben een uitzicht. Wij hebben een uitzicht van hoe het leven eruit zou zien. Dus wat Bijbelprofecie ons leert, zeg maar, de evenementen voor God, maar ook dat wij moeten volhouden van het lijden wat wij nu meemaken, het pijn wat we nu meemaken, van al die leugens dat tegen ons wordt gelegd door de overheid. Dat maakt niet uit. Maak je niet druk om dat, want het is letterlijk niks vergeleken met wat dadelijk in de grote verdrukking komt, waar we straks over gaan hebben. Dat kun je terugzien in 1 Korintiërs 15, vers 19. Ik ga kijken of ik het kan lezen. 1 Korintiërs 15, vers 19. Als wij alle voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, dan zijn wij meer te verklaren dan wie ook. Dus Jezus Christus is eigenlijk onze enige hoop en hij is de reden dat wij hier zijn, dat wij bestaan. God heeft een hele betere toekomst voor ons en dat je je kunt voorstellen. Dus maak je niet druk om de dingen, zeg maar, hoe overleef ik de verdrukkingen, zeg maar. Maak je niet druk om de dingen die er gebeuren, om de dingen die wij meemaken in deze tijd. God zal ons helpen om hier doorheen te komen. Jezus Christus is de sleutel naar de hemel. Jezus Christus is onze redder, onze beschermer. En hij zal ervoor zorgen dat wij de verdrukking niet meemaken. Daarom heeft God zelfs zijn eigen zoon gestuurd om hier op aarde te komen, om ons te waarschuwen voor de tijden die zal komen. God heeft ons niet alleen via de boek Openbaring, maar ook zijn eigen zoon is hier geweest. Hij heeft een voet gezet op aarde. En dat doet God niet voor niks. Mensen zeggen, God is geen liefde, God houdt niet van ons. Mensen, God doet dat niks voor niks. Hij heeft letterlijk zijn eigen zoon gestuurd om te sterven voor ons en om ons te komen waarschuwen. Jezus sprak wel over goede dingen, over we moeten onze naasten lief hebben. Maar hij heeft meer gepraat over de hel. En hij heeft meer gepraat over wat we niet moeten doen. Hij heeft meer gepraat over het leven hierna. Dus Jezus Christus kwam hier letterlijk met het doel om ons te redden van de dood natuurlijk, want hij is gestorven voor onze zonden. Maar om ons te waarschuwen voor een plek wat hel genoemd wordt. En dat staat aan het einde van Openbaring. En daar gaan we later met z'n allen kijken, als we door de boeken van Openbaring heen gaan. Als mensen het hebben over de eindtijd, denken ze dat het negatief is. Maar voor een christenen, we kijken er juist naar uit. Want we weten dat we naar huis gaan. En dat het zover is gekomen. Gods koninkrijk zal heersen voor de eeuwigheid. Wij als christenen. Hoi Jenny. Wij als christenen, zeg maar, wij moeten ons verheugen als jij hoort over het boek Openbaring. Wij moeten blij zijn, want wij weten hoe meer wij zien over de eindtijd, des te meer dat we weten, Jezus komt binnenkort terug. Hij komt terug om ons op te halen. Dus wij moeten niet verdrietig zijn als wij dingen horen over de eindtijd. We moeten ons verheugen. We moeten blij zijn. We moeten zien van, natuurlijk moeten we treuren over de dingen die er gebeuren, dat mensen echt overlijden aan al die rampen en die nu al plaatsvinden. Weet je wel, India overstroomt. Noem maar op. Maar we moeten ons verheugen. We moeten blij zijn als christenen. Want hoe meer we zien, hoe dichterbij we God zijn. Hoe meer we zien, hoe meer we weten van wauw, God komt echt binnenkort terug. Jezus Christus komt echt binnenkort terug. We moeten ons verheugen en blij zijn over de dingen die we zien. Even kijken. Meentje mensen. Ik ga dit even in de groep zetten. Dus we moeten echt blij zijn over de dingen die wij zien, zeg maar. We moeten blij zijn als we rampen zien. Als wij zien dat de einde van de wereld, zeg maar, zich afspeelt. Dan moeten we blij zijn, want we weten van, oh, God komt binnenkort terug. En hij komt terug om ons op te halen. Dus ik ben eigenlijk zo dankbaar. Zo dankbaar als ik bepaalde dingen zie van, wauw, Jezus Christus komt binnenkort terug. Van, echt dankbaar. Kijken wanneer de opname komt. Live over de eindtijd. Mensen, deel dit zeg maar met vrienden en familie. Deel dit met vrienden en familie. En even kijken. Ik hoop dat ze het accepteren. Deel dit met vrienden en familie, zodat ook zij de waarheid zullen horen over wat er gebeurt in deze tijd. Zodat ook zij hun leven aan Jezus kunnen geven. Kijken. Ik ben hem even aan het delen in groep hoor. Want je kan op zich gewoon deze delen en mensen, zeg maar, die lid zijn, die worden vanzelf lid en die zullen vanzelf
in de groep komen. Of in ieder geval, ze zullen vanzelf zien dat we live zijn op dit moment. Dus ja, deel het gewoon, deel het voor mij, stuur het naar mensen, stuur het kopie en God zal het doen, zeg maar. Dus ja, we moeten ons verheugen als wij over de eindtijd lezen, want we weten dat Jezus Christus binnenkort terugkomt. We moeten ons verheugen als we zien, zeg maar, opmerken de dingen die er gebeuren rond deze tijd. Van Jezus Christus komt inderdaad terug. En ik ga het nog in één groep delen en dan ga ik weer verder met jullie. Want Jezus zei, we moeten het woord van God blijven verspreiden. En we moeten ervoor zorgen dat mensen het woord van God ook gewoon blijven koesteren, zeg maar. Dus deel het voor mij en zet het in groepen. Zet het in, ja, zet het gewoon in groepen en alles wat je zal zien. Als Jezus, even kijken. Als mensen over de eindtijd hebben, denken ze vaak dat het negatief is. Dus dat is niet het geval. Eindtijd is hier om ons te helpen. Als je de hoop vestigt op deze wereld, dan ben je een wanhopige christenen. We moeten ervoor zorgen dat we onze hoop niet vestigen op deze wereld, want wij willen geen wanhopige christenen zijn. Want Jezus Christus is gekomen, hij heeft ons gered van de dood, hij heeft ons gered van de ondergang. Dus wij moeten geen wanhopige christenen zijn en onze hoop niet op deze wereld vestigen. Je kan voor jezelf thuis lezen 1 Johannes 3 vers 3. Dat staat een hele mooie tekst. Je moet niet denken aan nu, maar aan de toekomst. Dat is wat Openbaring ons ook een beetje leert. We moeten niet denken alleen maar aan nu, wat gebeurt er nu, wat komt er nu. We moeten ook denken aan later en aan de toekomst, zeg maar. En als je dat mooie beeld hebt, dat mooie plaatje hebt van ook de toekomst, dan zul je zien, zeg maar, dat God echt gewoon aan het werk is. Als jij de toekomst begreep, dan zou je niet in en uitvallen in je geloof. Maar juist sterk blijven, omdat je weet dat de toekomst voor jou in petto heeft en laat niet los. Dat betekent dus, als, zeg maar, als jij weet wat er gaat komen, als jij weet hoe de toekomst eruit zal zien, dan zul jij nooit, zeg maar, een christen zijn die vandaag wel gelovig is en morgen niet. En vandaag wel in is en vanmorgen niet. Je moet altijd steady blijven, je moet altijd hard blijven, je moet altijd ready blijven voor wat er komen zal. En dat kan alleen als jij weet en de openbare, het boek van Openbaring bestudeert en weet wat er allemaal op ons pad komt. Bijbelprofecie onthult wat er gebeurt en tegen de ongelovige en de goddeloze mensen. God is duidelijk over hoe hij de wereld zal oordelen. Je kunt lezen Psalm 73, 3 vers 23. Bijbelprofecie onthult wat er zal gebeuren met de rechtvaardige en de godgelijke. In het einde. Dus de Bijbelprofecie. Hoi Monika. De Bijbelprofecie onthult ook wat er zal gebeuren met de mensen. In de eindtijd, in de toekomst. En over, ja, gewoon in het einde. Hoe de Bijbel eruit ziet. Hoe God, wat is het einde van deze wereld? Dat zie je allemaal in Bijbelprofecie. Dus het onthult wat er zal gebeuren met de rechtvaardigen. Wij dus. En de gelijke en de goddelijke in het einde. Ja, gaat goed, meis. Gaat goed. Met jou ook, hoop ik. En Bijbelprofecie, het inspireert ons om te werken voor God en hem te dienen. Door Bijbelprofecie, iedereen is geroepen om iets te doen voor God. Dus wij zijn geroepen, zeg maar, wij zijn geroepen om God te dienen. En wat Jezus Christus zei, wij zijn allemaal, zeg maar, wat Jezus Christus zei, wij zijn allemaal kinderen voor God en we horen allemaal tot het lichaam van Jezus Christus. Dus iedereen heeft een taak gekregen voor God, iedereen heeft een planning gekregen voor God. En ga ontdekken wat jouw roeping is, want niet iedereen, zeg maar, kan niks doen, weet je wel. Je bent geroepen om God te dienen, je bent geroepen om iets te betekenen voor zijn koninkrijk. Dus als je wil weten wat, moet je gewoon bidden, moet je God vragen. En geloof me, hij zal je echt openbaren. Vooral als jij iets voor hem wil betekenen. Hij zal het openbaren en hij zal jou helpen om hier doorheen te gaan. Dus iedereen is geroepen om iets te doen voor God. Dus twijfel niet, als je niet weet wat je moet doen, bid en God zal je openbaren wat jij voor hem kan doen. En dan, yes. Dus dat was een beetje de introductie over Openbaring. Wat betekent het? Waarom moeten we het naar luisteren? Door wie is het geïnspireerd? En wat hebben we eraan, zeg maar, als christenen om Openbaring te bestuderen? Dus zoals jullie gelezen hebben, Openbaring is een boek die ons gaat helpen over de toekomstplannen. Hoe God de wereld in elkaar heeft gemaakt. Wat het einde van de wereld zou zijn. Hoe het einde van de duivel zou zijn. En wat er gaat precies gebeuren, want alles wat we om ons heen zien,
waarschuwt ons alleen maar over de dingen die zullen gebeuren en over de momenten, zeg maar, wat zal er gebeuren met deze wereld. De boek Openbaring onderwijst ons dat, het leert ons. Dus wees niet bang om die boek te bestuderen. Want vroeger was ik altijd van, oh, weet je wel, ik wilde niks van weten, wat staat er allemaal in. Maar nu, ik hou van het boek van Openbaring. Het is echt mijn lievelingsboek geworden. Echt mijn lievelingsboek, want het is zo leuk als jij weet dat de duivel voor altijd niet zal geboeid worden en nooit meer zal bestaan. Als jij weet dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. Kijk om ons heen. Kijk hoe wel voor de wereld we leven. We leven in een grijze wereld. Een wereld dat gewoon grijs is en dood is, weet je wel. En als je leest in Openbaring, dan lees je van, wij zullen straks wandelen in steden, in de straten vol met goud. Straten die gemaakt zijn van goud, muren van goud. Sommige mensen hebben nooit goud in hun leven aangeraakt of al gezien. Maar wij zullen dat doen. Wij zullen leven. Wij zullen lopen op straten van goud. En dat is zo mooi om te zien. Van dat God dit al aan ons geopenbaard heeft. Hij had het niet hoeven doen. Hij had het letterlijk niet hoeven doen. Maar Openbaring is echt een leuke boek. Als jij wandelt met God. Als jij sterk bent in je geloof. Dan weet je van, wauw, dit is onze toekomst. En er staat precies wat er met de wereld gaat gebeuren. Dus wees niet getreurd. We gaan samen door de boeken van Openbaring. Vandaag gaan we kijken tot hoe ver we komen. Want ik ga niet heel laat. Ik moet gewoon op tijd stoppen. Ik had eerder moeten beginnen, maar mijn hand doet zo pijn. Ik heb echt veel geschreven en zelfs dingen geluisterd. En ik moest nog hier voorbereiden. Dus van alles tussendoor gekomen. Volgende keer gaan we gewoon op tijd beginnen. Gewoon elke zondag om 8 en 9 wil ik gewoon echt tijd nemen om over de eindtijd te praten. Maar dan moet ik ook nog dingen uitzoeken over hoe werkt dit en dat. Dus het komt echt goed. Sorry dat het zo laat duurt. En sorry dat ik jullie zo lang nog over verteld. Voor de mensen die niet kunnen kijken, als jullie terugkijken, God zegen jullie allemaal. Daar gaan we beginnen. Dit was de introductie. Dan gaan we even beginnen. Openbaring uitgelegd. Voel je vooral vrij. Als je vragen hebt of als je dingen hebt, voel je vrij om het hier te benoemen. Voel je het vrij om aan mij te stellen en aan mij te stellen. Ik zal zo ver mogelijk, zo ver als die kan, zal ik proberen antwoord te geven op jouw vraag. Dus voel je vrij om mij echt van alles te vragen. En volgende keer gaan we natuurlijk eerder beginnen, zodat onze andere broeders en zussen zich ook kunnen mengen, zeg maar. Zich ook kunnen joinen in deze live. Dus voel je vooral vrij om openbaring, om dingen te vragen. En je vragen hebt. Dus openbaring uitgelegd. Het is een hele Bijbelstudie. Waarom lezen mensen de boek van Openbaring niet? Omdat ze bang zijn voor de boek. Ze willen voor de gek gehouden. Ze zijn bang dat ze voor de gek gehouden worden. Ze vermijden het door nutteloze conflicten die ze brengen in de kerk, zeg maar. Sommigen denken dat ze het toch nooit zullen begrijpen. Maar dat is niet zo. Er zijn honderden berichten, honderden mensen die nu al uitleggen. Honderden preken die uitleggen wat openbaring is en wat het allemaal inhoudt. Mensen vergeten jouw toekomst. Zit in deze boek onthuld. Het is een boek van zegen. Openbaring is een boek van zegen. Het is jouw toekomst, onze toekomst staat precies voorspeld in Openbaring. En dat moeten we niet vergeten. Hoe gaan we Openbaring bestuderen? Er zijn 3 divisies waar we het over zullen hebben. En we gaan een kijk nemen in het boek van Openbaring. Zeg maar echt goed bestuderen. Studie 1 tot met 9. Pak alvast je Bijbel erbij. Openbaring is de revelation, is zeg maar de openbaring van Jezus Christus. Dat ten eerste. Als mensen naar jou toe komen van, hè, weet je al in welke boek het ook staat. Openbaring is niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. The revelation of Jesus Christ. The revelation, de openbaring die God aan die Jezus, aan Johannes heeft gegeven. Maar het is de openbaring, wacht even. Het is de openbaring van Jezus Christus. Dus niet van Johannes, niet van dit, niet van dat. Nee, de openbaring van Jezus Christus. De revelation van Jesus Christ. Openbaring vertelt ons, zeg maar, over de dingen die waren, die was en die komen zal. We leven in openbaringen op dit moment op aarde, wat we nu allemaal meemaken. We leven in openbaringen 2 en 3. Kijk of ik een plaatje ervoor kan vinden.
Oké, begin van de vier. We leven in Openbaring 2 en 3. Je kan voor jezelf gaan lezen thuis. Dus we leven in Openbaring 2 en 3. We zijn niet in de eind. We zijn nog niet in de verdrukking. Want alles wat we meemaken zijn de weeën, de voortekenen van wat zal de komst. Wat zijn de tekenen? Vroegen de discipels van aan Jezus. Van, maar kan je Matthäus en Lucas lezen? Jezus, wat zullen de tekenen zijn? Als een aardbeving, hongersnood, overstromingen. Alles zal toenemen, zeg maar. Gekke verschijnselen. Dat zijn de weeën en de voortekenen van wat er zal gebeuren voor de komst, de eerste komst van Jezus Christus. Dus we leven nog niet in de grote verdrukking. Ik heb zo vaak mensen. Sorry. Ik heb zo vaak mensen die mij berichten sturen en die echt denken dat wij in de eindtijd leven. Dat wij echt. We leven in de eindtijd, maar dat wij in de grote verdrukking leven. Dus hierbij wil ik nogmaals zeggen, we leven niet in de grote verdrukking. We zijn niet in de grote verdrukking. We leven in de eindtijd. We wachten op de komst van Jezus Christus en hij is er nog niet. Wij, de kerk, zijn hier nog aanwezig. De rampen kunnen pas gebeuren wanneer Jezus Christus de kerk heeft meegenomen. Wanneer Jezus Christus is gekomen om zijn bruid op te halen. We kunnen niet hier blijven lijden, want wat is de drang van ons geloof? Waarom moeten we ons best doen? Waarom moeten we zo hard strijden om vol te houden namens de Bijbel? Omdat wij beloond worden door de grote verdrukking niet mee te maken. Eerder, je mag je eigen oordeel trekken hierover, maar dit is wat ik geloof. Dit is wat ik, heel veel predikers en heel veel mensen, echt grote mensen, die ik volg, ook preken, zeg maar. We leven niet in de eindtijd. Of kijk, wat zei ik? We leven niet in de eindtijd. We wachten op Jezus Christus, zodat hij ons komt ophalen. Maar alles wat er gebeurt, zeg maar, is de weg, is alles aan het creëren, die one world government, wat de regering mee aan het start zijn van, de chip, dit, dat, die er nog zal komen. Dat zijn alles wat we nu zien gebeuren, zeg maar. Het moet gebeuren, want het is, hoe erg het ook is, ik bedoel, je moet van je vrijheid opkomen, je moet van jezelf opkomen, maar alles wat er gebeurt, hoe erg het ook is, het is de weg, de aanleiding na de grote verdrukking die straks zal plaatsnemen, zeg maar. Maar we leven nog niet in de grote verdrukking, want de zegels zijn nog niet gebroken. De kerk is hier nog aanwezig. Jezus Christus zelf is degene, als hij ons meeneemt, hij is degene die de zegels gaat breken. En dat kan hij niet doen als zijn bruid, wij dus, hier nog op aarde zijn. Want dat zal niet eerlijk zijn. Het kan niet, je kan niet zeggen van, ik kom een bruiloft vieren, zeg maar, maar dan ga je de bruidegom ook nog, dat de bruidegom er zelf niet is, weet je wel. Daarom heet het ook de bruidsfeest. Daar zitten we op te wachten. Alle mensen die echt hun hart best hebben gedaan. Die gewacht hebben op Jezus. Wij zullen beloond worden als we dadelijk in de hemel zijn. De grote feestmaal zullen we met Jezus meemaken. En dat is waarom wij zo graag onze best doen. Dat is waarom wij niet mee kunnen doen met de wereld. Waarom we niet mee kunnen doen met wat er in deze wereld gebeurt. Want wij zijn apart gezet. Wij doen ons best niet voor niks. We doen niet ons best om 7 jaar lang verdrukking mee te maken en dan meegenomen te worden. Dat make no sense. Want dan kan je net zo goed nu gaan zondigen. Kan je net zo goed alles gaan doen wat je wilt op dit moment. Want als we toch de verdrukkingen zullen meemaken, weet je wel. Dus we leven niet in de verdrukking. We zijn niet in de verdrukkingen. We zijn nu nog in Openbaringen 2 en 3. En dat is wat wij nu meemaken. Even kijken. Dat is wat wij nu meemaken. We leven in Openbaring 2 en 3. En we wachten totdat Jezus Christus komt om ons op te halen. Ons de bruid om met hem te zijn. En als Jezus Christus ons heeft opgehaald. Dan gebeurt de verdrukking. Dan is de start van de verdrukking. En dat zal 7 jaar lang duren. 3,5 jaar zal de chaos en van alles zijn. En na die 3,5 jaar zal er nog meer chaos zijn. Nog meer rampen. Nog meer dingen, zeg maar, die er gebeuren met de hemel. Dus we leven niet in de eindtijd. We leven wel in de eindtijd, maar we leven niet in de grote verdrukking. De prik, de shot, is niet de mark of the beast. De mark of the beast zal pas komen straks tijdens de grote verdrukking. De mark of the beast komt niet eens in het begin van de grote verdrukking. De mark of the beast komt bij die 3,5 jaar, wanneer de antichrist zijn ware gezicht gaat laten zien. Dan komt de mark of the beast. Dus laat niemand tegen jou zeggen van ja, de mensen die de prik nemen is mark of the beast. Nee, het is echt, laat voor jezelf duidelijk zijn. We leven niet in grote verdrukking nog. Want dit is niks vergeleken met wat komen zal. We gaan zien wat er komen zal. We gaan door de openbare boeken. We gaan kijken wat er komen zal. Maar we leven niet in grote verdrukking. En de mark of the beast is niet de prik.
Dus of je die prik neemt of niet, het is helemaal aan jou. Bid ervoor. Als God je heeft gezegd van ik moet nemen, want ik doe Gods werk, ik moet reizen. Ik ken mensen die dat doen omdat ze Gods werk doen, moeten evangeliseren in het buitenland. Prima. God zal niet zeggen van het is niet iets van dat je je leven daarvoor moet ver. Ja, of je leven of dat, zeg maar. Hoe erg ze het ook neerzetten, het is niet de mark of the beast. Dus laten we dat even duidelijk zijn. Nu we weten dat we niet in de eind, dat we niet in grote verdrukking nog leven. Nu we weten dat we wachten op de terugkeer van Jezus Christus. Nu we weten, zeg maar, dat de mark of the beast niet de prik is, kunnen we verder gaan. Kunnen we nu echt beginnen met oké, wat komt er eerst? We gaan echt stap voor stap kijken van wat komt er eerst en wat komt er daarna. Dus ik wil alles met jullie bespreken en ik wil gewoon alles met jullie over hebben. Dus de Openbaring vertelt ons dingen die er nog zal komen. 4 en 22 over de toekomst. Openbaring 1, 1 vers 8. Nee, het is niet erg. Het is niet de mark of the beast. Ik weet dat heel veel mensen zijn die denken van wel, maar dat is niet de mark of the beast. Die kan nooit komen voordat wij de kerk niet mee zijn genomen en zeg maar voordat de antichrist nog niet hier op deze wereld is. En we zien de antichrist niet. Dus het kan niet. De mark of the beast komt pas na die 3,5 jaar. Dus als jij bijvoorbeeld getuigt van oké, ik heb dit nodig voor mijn werk, ik heb dit nodig voor dit. Dan kan je het wel nemen, maar je moet gewoon voorbidden. En echt gewoon voorbidden en vragen of God wat erin zit, wilt vervangen met het bloed van Jezus Christus. Dat God, zeg maar, de wat in die prik zit, wil vervangen met het bloed van Jezus Christus. En er is niks sterker dan het bloed van Jezus Christus. Dus als je dat moet nemen omdat je dat nodig hebt, omdat jij vindt dat je dat nodig hebt, omdat je je baan of zo, dan moet je dat gewoon doen. Ik ga mensen niet aansporen van doe het wel, doe het niet. Het is letterlijk aan jou de keuze, maar het is niet de mark of the beast. Dus vraag aan God, bid tot God en hij zal jou zelf antwoord geven over wat het beste is voor jou om te doen. Ik ken. Wat het ook is, ja Laila, het is niet de mark, maar wat er ook in zit, ik weet dat het gevaarlijk is. En daarom, maar voor ons christenen, als je dingen wikkelt met het bloed van Jezus, is letterlijk niks gevaarlijker, zeg maar. Want Jezus, de bloed van Jezus overwint alles. En daar moet je ook echt vertrouwen in hebben. Ik heb genoeg mensen, christenen, die het wel hebben genomen. Je moet het niet nemen omdat je je verplicht voelt, maar je moet het nemen omdat je denkt van ik heb het nodig voor dit, ik heb het nodig voor dat. En bid gewoon en verstop het onder de bloed van Jezus. En dan zul je zien van het heeft geen effect op jou. Dus laat je niet bang maken dat het de mark of the beast is, want dat is het absoluut niet. Niet volgens de Bijbel in ieder geval. Openbaring 1, 1 vers 8 onthult ons over de openbaring van Jezus Christus en wie Jezus Christus is. Ik ga heel even lezen, heel kort. Ik probeer echt om 12 uur klaar te zijn, dan gaan we volgende week verder. Openbaring 1 tot 8. In dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om dit allemaal te vertellen. Johannes heeft opgeschreven wat hij voor God heeft gehoord en gezien. En wat Jezus Christus hem heeft bekendgemaakt. Gelukkig is hij die de profeten, de profetie van de Heere voorleest. En gelukkig zijn zij die ernaar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijk worden, komt steeds dichterbij. Dit schrijft Johannes aan de... Dus Jezus Christus is degene die het openbaring heeft gegeven aan Johannes. Johannes heeft God niet uitgekozen, God heeft hem uitgekozen. Dus het is de openbaring van Jezus Christus zelf. Dit schrijft Johannes aan de 7 christengemeenten in Azië. Ik wens u de genade en vrede toe van God. Die is, die was en die komt. Zoals precies de boeken openbaring ons vertelt. Dingen uit het verleden, zo is de boek Openbaring. Was, is en komen zal. Dat is ook hoe het boek van Openbaring in elkaar zit, zeg maar. Hij waarschuwt ons voor de dingen die al waren, zijn gebeurd. Zoals één stad van Israël die bij elkaar zijn gekomen. Dingen die nu is, die nu gebeurt, zeg maar. Wat we nu meemaken, dag tot dag. En over de dingen die komen zal, zeg maar. Ik wil je zeggen, nou, die was, is en die komt. En de 7 geesten die voor zijn troon staan. Ik wil jullie dat plaatje laten zien. Ik ga je zo laten zien. En van Jezus Christus die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Amen. Hij is de heerste over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor hem. Die ons lief heeft en die ons zonde heeft afgewassen door zijn bloed aan ons te geven.
heel duidelijk wat openbaring, wie Jezus Christus is, wat hij voor ons heeft gedaan. Was, is en zal komen en nog zal komen. Jezus heeft ons gered door het bloed van door zijn eigen bloed te vergieten. Zodat wij deze, alles wat hierna nog gaat komen in openbaring, niet hoeven mee te maken. Want hij heeft ons vrijgekocht en gewassen met zijn bloed. Dus hier bevestigt weer van dat wij de kerk, we kunnen de verdrukkingen niet meemaken. Want Jezus Christus heeft ons bevrijd. Hij heeft ons gewassen. Hij heeft ons zeg maar onze zonde afgewassen door zijn bloed. Dus wij kunnen niet de verdrukkingen hier meemaken 7 jaar lang. En dan kijken of wij die naar de hemel gaan. Dat werkt, dat is niet zo. Hij kan ons niet hebben gewassen met zijn bloed en geprezen hebben, zeg maar. En vrijgekocht hebben, zodat wij de verdrukkingen zullen meemaken. Dat gaat hem niet worden, weet je wel. Dat spreekt zichzelf tegen. Hij heeft ons bijeengebracht in de koninkrijk. En ons tot priesters van God en Vader gemaakt. Hij heeft ons priesters gemaakt, zodat we geheiligd zijn om straks voor Gods troon te komen. Eerst kon dat niet. Hoi Nicole. Eerst kon dat niet. En nu kan het wel. Door Jezus Christus. Hij heeft ons gereinigd. Zodat als hij ons straks kunt ophalen. Dat we met hem mee kunnen gaan naar de hemel. Hem komt alle eer en macht toe. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen. Hij komt te midden. Tot met 8. Hè? Hij komt te midden van de wolken. En iedereen zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle volken van de wereld zullen om hem treunen en jammeren. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, de begin en het einde van alles, zegt de Heer. De Almachtige God die is, die was en die komt. Dit is wie Jezus Christus is. Dit is wat hij voor ons heeft gedaan. Dit is de openbaring van Jezus. Dus de onthulling van wie Jezus is. Van wat is hij? Wat heeft hij voor ons gedaan? Dat is vers openbaring 1 tot 8. Dat is precies wat wij hier lezen. En wat we zien zeg maar, over de karakter van Jezus Christus. Dat is wat openbaring 1 tot 8. Dus het is niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. Zodat wij zeg maar... Hij heeft ons vrijgekomen zodat wij de eeuwige leven zouden krijgen. Zodat wij de redding zouden krijgen om niet verloren te gaan. Dat is wat openbaring 1 tot 8. En dan kan je verder allemaal lezen. Maar dat is de begin van openbaring 1 tot 8. Hij heeft ons tot priesters gemaakt. Echt mooi gewoon om te lezen. Iedereen zal hem zien. Dus het staat letterlijk hoe Jezus Christus terug zal komen. De keer dat hij terug zal komen, zal hij aan de wolken blijven. Alleen mensen die de geest van God hebben, zullen met hem meestijgen naar de hemel. En de tweede keer zal hij komen met ons terug om te heersen op aarde. Om deze 1000 jaren rijk, zeg maar. Wij zullen zijn soldaten zijn. Wij zullen heersers zijn op deze wereld voor de mensen, de gewone bevolking, zeg maar. Want de prijs dat wij moeten behalen, waarvoor Jezus ons waarschuwt dat we moeten wachten op hem, is omdat wij dat goddelijkheid, dat goddelijke lichaam zullen krijgen. Er zullen mensen zijn die op deze wereld zullen, als wij weg zijn, hè, zullen mensen zijn die hier blijven, die de verdrukkingen zullen meemaken. Er zijn ook mensen die tot de 1000 jaren rijk zullen overleven, zeg maar. En met Jezus, zeg maar. Jezus zullen zien terugkomen. En dan wordt de antichrist dat in het vuur gegooid, in de poel van het vuur. En de duivel wordt voor 1000 jaar geboeid. En in die 1000 jaar zullen er zoveel mensen kinderen krijgen. Zullen mensen nog, zullen duizenden mensen weer, miljoenen mensen worden geboren, zeg maar. Maar de prijs die wij behalen is 1, mee te doen met de bruidsfeest. 2, om zeg maar de grote verdrukking niet mee hoeven te maken. En 3, dat we ons goddelijke lichaam zullen krijgen. Dat wij met Jezus Christus zullen heersen over de mensen die hier zullen blijven en geboren worden op aarde. Wij zullen heersen met Jezus als koningen en koninginnen. En daar komen we later op terug. Maar dat is waarom wij wachten en ons best doen om zeg maar mee te gaan met Jezus. Dus openbaring 1 tot 8 onthult de karakter van Jezus. Onthult wie Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is wat openbaring onthult. Nogmaals, volgende keer ga ik eerder beginnen. Zodat wij meer tijd hebben voor dit. Maar het komt goed. Openbaring 1, 12 tot en met 15 onthult de glorieuze visioen van Christus. Johannes zag Jezus in een andere vorm, in een andere gezicht, als vuur in zijn glorieuze lichaam, hoe Jezus langs de kerken liep. Openbaring 1, 12 tot 15. Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei. Ik zag 7 gouden kandelaars en daartussen stond iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij droeg een lange kleed dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst.
15. Zijn haar was zo wit als wol, zelfs zo wit als sneeuw. En zijn ogen schitteren als vuur. Zijn voeten glansden als brons. En in een oven, en hij had een stem als een donderend waterval. Dat is dus de glorieuze kant van Jezus. Wij weten dat Jezus Christus hier op aarde is gekomen als mens. Hij heeft geleden, hij heeft zichzelf zo vernederd. Laten vernederen in ieder geval. Niet dat hij vernederend is, maar hij heeft zichzelf laten vernederen. Ze hebben gespuugd op hem. Ze hebben hem vastgebonden. Ze hebben spijkers aan zijn handen. Zij gingen zo erg met Jezus Christus om. En dat is de enige keer dat hij ooit deze lijden zou meemaken. En de duivel dacht, yes, ik heb hem, weet je wel. Toen hij doodging, maar hij wist niet dat het allemaal binnen Gods plan was. Hij wist niet dat de kerk zou komen. Hij wist niet wie Jezus Christus was. Hij denkt dat Jezus gewoon gestuurd is door hemel. Hij wist wel de Zoon van God. Maar dat als hij doodgaat, als een mens, dan gaat hij dood. En dan is het klaar. Maar hij wist niet dat Jezus Christus, zeg maar, zou opstaan van de dood. En dat hij mee zou gaan, zeg maar. En dat hij de dood zou overwinnen. Dat Gods plan zou openbaren. En dat is precies wat er gebeurd is. Niemand is slimmer dan God en de duivel al helemaal niet. En Johannes, zeg maar, in vers 1, 12 tot met 15, hij ziet de schittering van God. Hij ziet, zeg maar, wie Jezus Christus echt is. De tweede keer dat Jezus Christus terug zal komen voor ons, hij zal niet meer terugkomen als zeg maar, iemand met wie mensen over hem heen kunnen lopen. Hij is de Zoon van God. Hij zit aan de rechterkant van God. Hij zal terugkomen en Johannes heeft dat gezien. Ik kan me niet voorstellen hoe prachtig dat is. Wat hij heeft gezien. Hij heeft letterlijk Jezus Christus gezien in zijn glorieuze lichaam. In zijn glorieuze macht. In zijn glorieuze schitterendheid van hoe hij echt is. Weet je wel, Jezus is onze voorbeeld. Hij kan ons laten zien wat het betekent om te wachten. En hij had ook kunnen zondigen tegen God. Ik bedoel, dat is zijn eigen wil. God heeft hem hierheen gestuurd, maar hij heeft hem geen dictateur gemaakt. Maar Jezus wist de prijs die hij zou krijgen als hij gehoorzaam bleef aan God. Hij is de enige mens zonder zonde. Jezus Christus heeft echt laten zien van een mens. Alleen hij, een mens kan leven zonder zonde. Maar door de kracht dat hij de Zoon van God is, heeft hij gedaan. Dat hij met gehoorzaamheid aan God, dat je veel kunt bereiken. Geduld kan je veel bereiken. Hebben we in Spreuken gelezen. Johannes zag hier, vers 12 tot 15, de schittering van God. Hoe prachtig God is, zeg maar. Hoe prachtig Jezus is. Zag eruit als een mensenzoon. Hij droeg een lange kleed. Tot op zijn voeten hing hij aan een gouden band om zijn borst. Zijn haar was zo wit als wol. Zelfs sneeuw was niks vergeleken met hem. Jullie weten hoe wit sneeuw is. Jezus was wit, gewoon witter. Zijn lichte aura, gewoon witter dan dat, zeg maar. Zijn ogen schitterende als vuur. Wat zal dat toch prachtig zijn geweest. Stel voor dat je zo'n droom hebt, dat je Jezus Christus op zo'n level mag zien. Echt gezegend. We zijn allemaal gezegend door deze openbaring van Jezus Christus. Dus vers 1 tot 12 tot met 15 vertelt ons over de schittering van Jezus Christus. Openbaring, dan gaan we gelijk verder. Openbaring 2 en 3 vertelt ons over de dingen die zijn en de letters aan de kerken, zeg maar. Dan kan je voor jezelf gaan lezen. Jezus Christus komt terug. Johannes ziet de schittering van Jezus Christus. Jezus Christus wandelt, zeg maar, door die kerken hier op aarde. En hij ziet van, en dat zijn die dingen die was, maar die we nu nog steeds van kunnen leren, zeg maar. Want er zijn nog steeds kerken die lukewarm zijn, die in en uit niet echt helemaal, er zoveel valse kerken. En je kan zelf lezen al die brieven aan al die kerken die hij heeft geopenbaard. Even kijken. Ik moet jullie volgende keer echt het plaatjes en zo erbij laten zien. Want het is zo prachtig. Even kijken. Ja, Johannes, ja, hij zag de schittering van God en hij zag hoe God eigenlijk echt, hoe prachtig God is en in zijn wezen van hoe mooi hij is. Dus openbaring 2 en 3 is de brief. Jezus Christus ging al die kerken bezoeken en hij zag van, oké, in deze kerk zit dit, jullie moeten veranderen. Oh, jullie kerk zit dit, jullie moeten veranderen. Oh, in die kerk, jullie zijn op ons, je bent goed bezig, je wacht op ons en dit, je wacht op mij. Dus dat geldt ook voor de kerken vandaag. Het is niet maar alleen maar de kerken van toen, maar de kerken ook van vandaag. Van hoe sommige kerken in elkaar zitten. En als jij een persoon bent die jezelf in zo'n kerk bevindt, je moet het voor jezelf gaan lezen, dan moet je echt veranderen en je leven aan God geven. Want ja, zeg maar,
er zijn nog steeds mensen, zeg maar, die niet helemaal warm zijn in het geloof, zeg maar, die niet weten, ene keer wel met God, andere keer niet met God. Dat staat allemaal beschreven in de hoofdstukken, die brieven aan de gemeente. Het is Jezus Christus die zelf naartoe is gegaan om al die kerken te bewonderen, al die kerken op te zoeken. Dus ik denk dat we morgen wel verder gaan, want niet dat ik nu ga stoppen. Ik ga zo over 20 minuten ga ik wel stoppen, want om 12 uur iedereen moet gaan slapen. Maar ik denk dat ik morgen hiermee verder ga om het goed te maken voor vanavond in ieder geval. Dus ja, even kijken. Dus Openbaring 1 tot en met 12 en 2 tot en 3, de dingen die zijn, de letters aan de kerken. En wij leven, wat ik al zei, wij leven in Openbaring 2 en 3. De brief van de kerken, de kerkmomenten, dat zijn wij. Want na de kerkmomenten in de Bijbel, je kunt het zelf opzoeken. Er is geen. Nadat de kerk weg is, die brieven, spreekt de Openbaring 0 keer over de kerk. 0 keer. 0 keer praat hij weer over de kerk. Want de kerk is weg en alles wat overblijft is voor de Joden bedoeld. De grote verdrukking is voor de Joden bedoeld. En om de slechte mensen te straffen voor alle dingen die ze gedaan hebben op deze aarde. We gaan verder, Openbaring 4 tot 22. De dingen die hier vertelt ons over de dingen die hier zullen zijn na de grote dingen. Hier werd Johannes naar de hemel getrokken. Oké, vanaf Openbaring 4 tot 22 werd Johannes naar de hemel geroepen. Hij werd naar de hemel getrokken en geroepen. Hier zei God, ik zal je dingen laten zien die er komen zal. Hij werd voor de troon van God gehaald. Als de regenboog zag hij de troon van God en met de 24 oudsten en de 7 geesten van God, die dag in en dag uit voor God aan het aanbeden waren. Dus Openbaring 4 tot 22. Ik kan het niet allemaal gaan lezen, maar die titel heet De Troon van God. Nadat ik dit hoorde en gezien had, zag ik een deur in de hemel opengaan. En ik hoorde ik dezelfde. Opstaan en hoorde ik dezelfde luide stem. Kom naar boven, zei hij tegen mij. Dan zal ik u laten zien wat hierna moet gebeuren. Op dezelfde moment kwam de geest over mij. Ik zag een troon in de hemel staan. En op die witte troon zat iemand. Hij schitterde als de zuiverste edelsteen, als diamant en sadde. Op de troon stond de regenboog, die zo helder was als smaragd. Rondom de troon stonden 24 tronen. En op elke van die tronen zat een ouderling met witte kleren en een gouden kroon op zijn hoofd. Uit de troon kwam het bliksemschieten en donderslagen en allerlei andere geluiden. Vlak voor de troon stonden 7 brandende fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Er lag voor de troon ook iets dat leek op een kristalheldere spiegelgladde zee. Rondom de troon stonden 4 levende wezens met van voren en achteren overal ogen. Het eerste van die wezen leek op een leeuw. Het tweede op een jonge stier. Het derde had een mensengezicht. En het vierde leek op een vliegende arend. Van elk van de 4 wezens had 6 vleugels. Ze hadden rondom van binnen en buiten overal ogen. Zonder ophouden zeiden ze heilig, heilig, heilig. De God, de Almachtige, die is. De God die was, is en die komt. Echt prachtig gewoon. God heeft ons onthuld. Ik zal jullie de foto's laten zien. God heeft ons onthuld, zeg maar, bij deze vers. God heeft ons onthuld wat er komen zal. Hij heeft ons laten zien. Mensen sorteren. God heeft ons laten zien en heeft ons onthuld, zeg maar, wat er komen zal. Ik zal even kijken of ik de foto's kan laten zien. Dan kunnen jullie een beetje een idee hebben. Zo. Dan moet ik maar elke keer zo doen. Yes. Dus Johannes was naar de hemel gegaan. Kijk. Johannes was naar de hemel gegaan, zeg maar. En bij vers 2 tot en met 22. Vers 2 tot met 22. Heeft God hem laten zien de schittering van God, zeg maar. God heeft hem laten zien de mooiheid van de hemel en, de troon van de hemel. Zoals jullie hier zien. Eventjes. Ik denk dat het zo wel goed is. Zoals jullie hier zien, is dit wat Johannes een beetje voor zich had, zeg maar. En ik zal verder spoelen. Jullie zien hier, dat is een troon, zeg maar.
Ik moet even mijn nieuws zoeken om dit goed uit te beelden volgende keer. Wat we hier zien is zeg maar, hè, waar we aan lezen, 4. Dus hij is meegenomen naar de hemel en dit is wat hij zag. Hij zag een troon in het midden. Schitterend, zeg maar, de licht van God. En daarnaast had hij 24, had hij, waren 24 kronen. Johannes 4. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die dat zat had een uiterlijk van een sadder. En rond hem, dus al die dingen. Op de troon heen stonden 24 andere tronen waar 24 oudsten zaten. Dus hij, dit is wat hij zag. Jullie zien al die tronen zo en hij zit daar en hij zit in de schittering van God. En hij zit in de schitterende troon van God. En in het midden zit God zelf. Zijn gezicht kon je niet eens zien. Niemand ziet het gezicht van God en kan blijven leven. Maar hij zag de 24 oudsten. En God laat ons zien hoe zijn hemel eruit ziet. God laat ons zien hoe zijn koninkrijk eruit ziet. En de... Even kijken, de vier... Kan ik dit... Momentje. Ja. God laat ons zien. God laat ons... Ja. God laat ons zien wat er gebeurt, zeg maar. Ja. De troon, jullie zien die 24 oudsten die daar zitten. En ze zitten dag en nacht te roepen. Heilig is de Heer, heilig is de Heer. Heilig is God almachtig. En daarnaast zie je ook nog die vier wezens. Die vier wezens die daaronder zitten met ogen. Deze, met ogen. Overal, overal van binnen en buiten. De eerste had een gezicht van een arend. De tweede had een gezicht van een mens. De derde had een gezicht van een stier. En de vierde die had een gezicht van een leeuw. En God liet hem zien, zeg maar, wat er voor zijn troon gebeurde. En hoe zijn paleis eruit zag. Mozes heeft die ding gebouwd, zeg maar, vanwege hoe God het hem heeft laten zien. Van die vleugels wat jullie zien op die tabernakel, gaan jullie straks ook laten zien. Het is precies, God zei, bouw dit naar... Naar de dingen die ik heb laten zien. Waarschijnlijk heeft Mozes ook de goddelijkheid van God gezien. Op de troon van God gezien in ieder geval. Dit zijn de 24 oudsten. En die zitten hier dag in dag uit. Van God heilig, u bent heilig. Heilig is de machtige naam. Die zitten daar de hele dag God te herinneren. Van hoe machtig hij is. Hoe krachtig hij is. En hoe goed zeg maar hij voor de wereld is. En daarnaast zag hij ook zeven... Daarnaast zag hij ook, elk van de vier wezens had 6 vleugels, zoals jullie daar kunnen zien. 1, 2, echt gewoon om zich. 6 vleugels, 3 aan die kant, 3 aan de andere kant. En het tweede wezen zag eruit als een leeuw en het derde als een jonge stier. Het derde had gezicht van een mens en het vierde leek op een vliegende adelaar. Van elke verhaal 6 vleugels, overal ogen rondom me heen. Dag en nacht herhalen ze, heilig, heilig, heilig is God, de Almachtige die is, was, komt en die altijd zal zijn. Telkens als deze wezens de hof en eer brachten en degene die op de troon zit en die tot een eeuw leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem en aanbadden hem. Want u komt alle lof en eer toe, Heer God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Ze blijven God elke dag herinneren hoe prachtig hij is, hoe machtig hij is, hoe goed hij voor ons is. En dat vind ik zo mooi. En even kijken, daarnaast waren ook nog de 7 geesten. Even kijken. Ook zag hij op de troon iets als een zevenglas. Een kristal midden van deze troon. En er waren 4 wezens. De 7 geesten van God. Dat zien we hier. Een soort van glas. Zeg maar, die als een kristal leek. Dat zijn de 7 geesten van God. Ik weet niet precies wat diep wat dat betekent. Maar zeven is sowieso het getal van God. Maar dat is wat hij zag. Dat is wat Johannes zag. Naast de 24 oudsten. En dit zijn de... dit zijn die wezens, die zeg maar, die 4 wezens die voor Gods troon staan. 1 heeft een leeuwengezicht, een stiergezicht, een mensengezicht en een arendgezicht. En dit is de schittering die Johannes zag elke dag. Van wauw, van mooi en prachtig. En er is niks dat zo glimmend en zo mooi is als wat Johannes heeft gezien. En dit is wat hij heeft gezegd. En Mozes, zeg maar, jullie zien hier de tabernakel.
In Exodus 25, vers 40. Daar staat, en ik zag, en God zei, maak de tabernakel zoals ik jou heb laten zien, zeg maar. En toen Mozes de tabernakel heeft gemaakt, zoals je ziet, de vier wezens, hebben die engelen gemaakt, ook allemaal met zes vleugels en gericht naar elkaar toe, weet je wel. Dus God heeft hem de schittering laten zien van toen al, van zijn troon. Daarom kon Mozes echt met God praten en hij was gewoon aan het praten met God alsof hij beste vrienden was. Maar die tabernakel is zo precies gebouwd van hoe Gods schitterende wezens, zeg maar, eruit zien. Dus God heeft ons echt gewoon laten zien hoe hij, de koninkrijk, God heeft ons laten zien van hoe hij de wereld heeft, hoe zijn troon eruit ziet. En het is fascinerend, geweldig. Hoi Sebastiaan, even kijken wat de dingen zeggen. Mijn dochter heeft een openbaring gehad. Leila zegt, mijn dochter heeft een openbaring gehad uit de Bijbel. Ze was 5 jaar huilend. Zat zij letterlijk openbaring uit de Bijbel. Vertelt dat ze had gezien. Ze heeft maanden er nog overal een teken geschreven. Dat was Yahweh in het Hebreeuws. Mooi. Hoe mooi is dat? Sindsdien leeft zij zo dicht bij God. De Heer is groot. Amen, sister. Echt super mooi. Dankjewel voor jouw getuigenis. En dankjewel dat je dit met ons deelt. Dat is zeker heel erg mooi om dit te zien. En dit is zeg maar wat hij zag. Openbaring 4 vers 10. Openbaring 4 vers 10. Werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zat. En aanbidden hem die leeft tot in de eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden. U komt alle lof en eer en macht toe hier. Onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dit is hoe het eruit ziet voor Gods troon. 24 oudsten, daarnaast nog engelen. De troon van God, zo helder. Je kan het nog niet eens, de licht. Ik kan het nu al niet eens zien. Laat staan dat je daar bent en dit mag meemaken. En de 24 oudsten en de 7 geesten van God. En de dieren, zeg maar. De 4 wezens die voor God troon staan. En die elke dag zeggen, God, u bent heilig, 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 heilig. En dat is zo prachtig. Dit is gewoon een beetje, mensen hebben het uitgebeeld. Dit is gewoon een beetje de troon van God eruit ziet. En fijn dat wij mensen kunnen tekenen, dat wij dit mochten zien als een regenboog. Mensen gebruiken de regenboog tegenwoordig voor hele nare dingen. Maar God heeft het altijd bedoeld, zeg maar, om voor zijn schitteren. Want er is niks zo mooi als de regenboog. Dus als een regenboog zag hij voor Gods troon. En de 24 oudsten, de 7 godsgeesten van God, die dag en nacht zeiden van heilig, heilig is de Heer. Hier, die 24 oudsten die elke dag hun tronen aan de kant zetten en het goede voor God. En zeggen heilig, heilig, heilig is de Heer die leeft was en die altijd zal zijn. We gaan Openbaring 5 nog even doornemen. En dan gaan we morgen... Als bonus, zeg maar, omdat ik vandaag een beetje laat was begonnen, dan gaan we morgen over de grote verdrukking praten. Want daar zijn we nog niet. Dus gewoon openbaring 5 nog even doorhebben. En dan gaan we morgen verder met openbaring 6. En dan gaan we over de grote verdrukking en alles wat komen zal. Het is zo leuk om mensen, ik wil niet weten. Jezus, oops. Ik moet dit echt uitzoeken, maar komt goed, komt goed. Yes. Openbaring 5. Jezus als de leeuw en Jezus als het lam. Deze lam is de enige die het waardig is om de boek te openen. Jezus Christus. Jezus, even kijken of ik hier kan zetten. Jezus Christus is de enige die het waard is om de boek te openen. Hij is de enige die het waard is, zeg maar, om de zegels te openen. Openbaring 5 lezen wij dat. Toen zag ik dit. Of ik mijn andere makkelijke Bijbel. Ik weet niet of jullie je Bijbel ook bij je hebben, maar je kan met mij meelezen. Je kan. Zit op. Je kan met mij meelezen. Je kan met mij meekijken. Terwijl we nu aan het kijken zijn. Ik pak even deze, want dat is makkelijker. Openbaring 5 zijn we alweer. Dus in het begin hebben we gezien dat Johannes, God heeft hem meegenomen. Dus de openbaring van Jezus Christus. Niet van Johannes, het is Jezus die hem dit laat zien. Johannes heeft van het begin de schittering gezien van God. De mooiheid, de pracht gezien van God. Nu hebben we gekeken hoe de troon van God eruit ziet. Van al die wezens die voor die troon aan het aanbidden zijn de hele dag. Supermooi, zo ziet het een beetje eruit. En elke keer zeggen ze, heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig is de naam, komen zal tot in de eeuwigheid. Openbaring 5. Toen zag ik een boekrol in de rechterhand van hem die op de troon zat. De boekrol was een... was van beide kanten beschreven. En met 7... Ach, heb ik echt niks aan.
Ik zag een machtige engel die beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met een luide stem uitriep: wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en in te zien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen, om hem te zien, om hem te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit het lam, stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij het boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor die troon tussen de 4 wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Hij zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Wat we hier zagen. De 7 geesten van God die over de hele wereld zijn. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op dezelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hem had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuwe lid in. Nou, lid gaan we niet lezen. En daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. Als jullie zien, hè, al die engelen hier, die zitten ook achter de 24 oudsten, zeg maar. En hiervoor zitten de 24 oudsten. En daarna, zeg maar, zitten al die engelen, machtige engelen. Het waren oneindig veel. 10.000, maar 10.000. 1.000 maal duizenden. Vers 11. 12. Met luide stem riepen zij: het lam dat geslacht is, kom alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elke schepsel in de hemel, op aarde en onder de aarde en in de zee. Alles iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. Aan hem, het lang komen alle dank, eer, lof en macht tot in eeuwigheid. De 4 wezen antwoorden: amen. En de oudsten werpen zich voor God neer. Dus Openbaring 5. Als Jezus de leeuw, zeg maar, van het lam. Want uiteindelijk zag hij al die mooie schittering van God. Johannes zag het. En op een gegeven moment zag hij een boekrol, zeg maar. Ik weet niet of ik het... Yes. En uiteindelijk zag hij een boekrol. En hij zag de boekrol en hij werd verdrietig. Want het was een boek, maar van binnen en van buiten geschreven. Maar door zijn verdriet, niemand kon die boek openen. Niemand kon die boek weten van wat erin staat. En in die boek staan de plagen van God, zeg maar, over de aarde. De 7 rampen, de trompetten, de 7 zegels, zeg maar. Dat zijn de rampen die in het begin van de verdrukking gaan beginnen. En niemand kon die boek openen. En hij was zo verdrietig geworden. En hij dacht van, wat moet ik nu gaan doen, weet je. En op een gegeven moment kwam Jezus Christus, de lam. Jezus is het lam, zeg maar. Want daarom heeft God Jezus een offer gebracht aan deze wereld. En hij is gestorven voor onze zonden. Hij is de enige mens die nooit heeft gezondigd. Hij is de enige die het waardig is. Waardig, waardig, waardig om het boek te openen. Om de boekrol te openen. En als Jezus dat niet voor ons had gedaan, wie weet hoe lang deze chaos nog bleef doorgaan. Jezus is de enige die het waardig vond. Die maakt niet uit 24 oudsten en wezens. Jezus was de enige die het waard is om de boek te openen, om de boekrol te openen. Dus Jezus is de enige die het waardig is om de boek te openen en de rollen te ontmaskeren. Jezus is de lam van God. Hij gaf zijn leven voor de bevolking. Hij is de enige die het waard is om de boek te openen. Deze boek had 7 zegels. Als dit boek wordt geopend, dan opent de plagen met de wraak van God. Dan begint de openbaring. Hij neemt dit boek uit de handen van God en dan begint alles. Dus we zijn nog niet zo ver, zeg maar, want, dat de ramp en verdrukking is begonnen. Wanneer de kerk weg is gegaan, dan gaan er zoveel dingen gebeuren. Is dit de eerste stap die dan gaat gebeuren, zeg maar. Wanneer Jezus Christus, wanneer het boek wordt geopenbaard en wanneer het boek tevoorschijn komt, dan zal Jezus Christus die boek pakken. God zal vragen, wie kan die boek openen? Niemand is het waardig. Jezus Christus zal komen en hij zal de boek pakken. En hij zal de boekrol gaan openen, zeg maar. Zodra dat begint, bam, dan begint de grote verdrukking. En dan is waarschijnlijk voordat Jezus Christus zegt, God zegt van, neem al mijn kinderen mee weg, want nu begint de grote verdrukking. De grote verdrukking kan alleen maar beginnen wanneer Jezus Christus de grote boek met de 7 zegels heeft geopend.
dan zal de verdrukking beginnen. En tot die tijd, de verdrukkingen zijn niet begonnen, want we leven nog niet. We hebben rampen die we meemaken hier op aarde, maar nog nooit de rampen zo erg als geschreven staat in het boek van Openbaring. Dus we leven niet in de grote verdrukking, mensen. Die komt er nog. En laten we bidden dat we niet in de grote verdrukking zullen leven. Maar dit zijn de dingen wat er gaat gebeuren voordat Jezus Christus terugkomt. Dat is ook waar ik vandaag even mee wil eindigen, zeg maar. Volgende keer gaan we kijken van de 7 zegels van de oordeel. Wat zijn dat, zeg maar? En dan gaan we helemaal door totdat wij bij het laatste hoofdstuk zijn van Openbaring. Ik ga jullie alles uitleggen. Je kan terugkijken. Het is zo'n leuke boek. Mensen denken dat het echt een stress en een chagrijnige boek is. Maar Openbaring is zo'n leuke boek. En jullie gaan echt met me meegenieten en voelen wat ik voel. Over hoe mooi al die dingen, over hoe geweldig God is, zeg maar. Dus we hebben gekeken in het begin het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Jezus heeft hem laten zien van wat gaat er gebeuren met deze aarde. Dus niet volgens onze eigen perspectief, maar volgens wat Jezus Christus aan Johannes heeft laten zien. Dat hij die privilege heeft gekregen om dit te mogen zien. Wat super mooi en prachtig is natuurlijk. En we hebben gezien... Wat supermooi en prachtig is. We hebben gezien dat Jezus Christus in zijn eigen schittering. Hoe hij tevoorschijn. Dat hij zijn haren wit. Een lange mantel. En een kroon, zeg maar. En een riem van goud. Dat hebben we gezien in Openbaring 1 vers 8, zeg maar. Dat Jezus Christus, hoe mooi en hoe prachtig hij is. Hij is de Zoon van God. En hij is het Lam van God. Hoe geweldig is Jezus in zijn glorieuze... In zijn glorieuze kleding, in zijn glorieuze macht. Johannes heeft mogen getuigen van hoe prachtig Jezus Christus is. En dat hebben we gezien in het begin. We hebben gezien over je gaat voor jezelf thuis lezen de brieven die Jezus Christus heeft gestuurd aan de kerk. Want hierna wordt de kerk ook nooit meer benoemd, zeg maar. De brieven Jezus Christus in allerlei kerken gaan opzoeken. En dat geldt niet alleen van de kerken van toen, maar ook de kerken die vandaag afspelen. Van wat er allemaal gebeurt in de kerken. Er zijn heel veel kerken die slapen, die niet wakker zijn, die lukewarm zijn. Jezus heeft eens al die kerken gaan bezoeken en... Zijn kerken, mensen die echt op hem wachten en mensen die niet op hem wachten. Het is bedoeld om ons te waarschuwen van, hey, als je jezelf in zo'n kerk bevindt, of in zo'n plek bevindt, als je jezelf als zo'n christenen bevindt, verander je leven, want het is in ieder geval hoe je niet moet doen. Dus dat hebben we gezien. We hebben gezien hoe de troon van God eruit ziet, hoe zijn prachtigheid eruit ziet. Alle 24 ouders die voor Gods troon zijn, de 7 geesten van God, de 4 wezens van God, we hebben mogen gezien van hoe prachtig, hoe geweldig hoe de troon van God eruit ziet. Nooit hebben we deze geheim geweten totdat Jezus Christus aan het einde van zijn boek heeft hij ons laten zien van, dit is mijn koninkrijk. God wil dingen niet eens meer verbergen, weet je wel. Hij wil dat wij weten wie hij is. En dat wij weten hoe groot zijn heerschappij is, weet je wel. Dat als jij hem niet aanbidt, dat de stenen zullen aanbidden. Zijn mensen die 24/7 lang zich werpen voor God om hem te aanbidden. Dus hij verdient alle eer en aanbidding, hoe dan ook. Want hij is God. En als wij mensen nederig zijn, dan moeten we ook God aanbidden. Moeten we ook God prijzen. Je moet elke dag God prijzen aanbidden. Want hij verdient het. Hij is schitterend. Hij is prachtig. Hij is geweldig. En hij heeft ons onthuld, zeg maar, in Openbaring 4, vers 22, hoe zijn kroon, hoe zijn koninkrijk eruit ziet, hoe zijn wereld eruit ziet. Dus dat vind ik echt mooi, dat God ons niet zomaar onwetig heeft gehouden. Hij heeft ons laten zien hoe zijn heerschappij, hoe alles eruit ziet. En dat is gewoon prachtig om te weten, van onze God is echt een ware God. Hij verdient alle eer, hij verdient alle glorie. Die was, is en die komen zal. Echt super geweldig. Openbaring 5 zien we zeg maar het boek dat geopend wordt. En na die boek begint het grote oordeel waar we volgende keer over gaan hebben. Maar niemand is het waard. En niemand is het waard, niet op aarde, niet in de hemel, om die boek te openen. En Johannes werd zo verdrietig. Maar Jezus was daar, het Lam van God. Hij was daar klaar om het boek te openen. En hij is de enige die het waard is om het boek te openen. En dat vind ik echt zo prachtig. Dat Jezus Christus is letterlijk het Lam voor God. Moet je eens nagaan dat je dit ziet. En dan vol Gods troon. Dat er dan zeg maar hier zo'n boekrol erbij staat. En
mensen, zeg maar, die boekrol staan alle zeven trompet, zeven zegels, zeg maar, van wat er gaat gebeuren. En niemand kan die boek openen. Dus het einde kan nog niet gebeuren. Maar wanneer Jezus zijn mensen terugneemt, God zijn mensen terugneemt, dan gaat dit in de aarde. Dan is dit de volgende ding wat er plaats gaat vinden in de hemel. Dan wordt de boek van voorschijn gehaald, wordt binnen en buiten geschreven. En Jezus, wanneer Jezus de boek opent, bam, dan begint de grote verdrukking. Dan begint de tijd te tikken. Van bam, 7 jaar precies. Het zal niet langer duren. 7 jaar precies. En dan nog die 1000 jaar in die 7 jaar. Maar die 1000 jaar wordt een echte 1000 jaar, zeg maar. Maar daar gaan we volgende keer, daar gaan we echt genoeg over hebben. Maar als Jezus de boekrol opent met de 7 trompetten, dan begint de grote verdrukking op aarde. Dus wee mensen die hier zullen blijven. Wee mensen die de grote verdrukking zullen meemaken. Want daar is een boek met de wraak van Jezus. En het zijn niet alleen maar 7 trompetten. Het zijn ook 7. Er zijn ongeveer 21 plagen die zullen plaatsvinden op aarde. En we gaan het allemaal doornemen. Zodat jullie nooit meer in de waar zullen zijn. Zodat jullie gewaarschuwd zijn. Waarom je niet in de verdrukking moet meemaken. Denk maar niet van, oh, ik red me wel of het komt wel goed. Nee, je wilt niet de verdrukking meemaken. En we gaan precies samen doornemen waarom je dat niet moet doen. Ja, morgen ga ik, zeg maar, de openbaring 6. Gaan we verder met openbaring 6. Want ik ga wel op tijd, ik denk gewoon rond 8 uur. Gaan we gewoon op tijd of gaan zelf rond 7 uur of zo tot 8. En dan gaan we gewoon over de open grote verdrukking. Want vandaag ben ik laat begonnen. Ik wil dat jullie andere broeders en zusters ook bij zijn. En ook kunnen meeluisteren over wat God ons vertelt, zeg maar. Dus we gaan echt de hele boek. Ik heb de hele dag bij de studie lopen doen. En er zijn zoveel dingen dat onthuld moet worden. Dus dit komt ook allemaal op mijn website. Christenen in de eindtijd. We gaan echt samen doornemen. Er zijn echt heel veel pagina's die nog over zijn. Maar dit is een openbaring 1 tot 5. Ga voor jezelf thuis lezen. Ga lekker bij de studie. Het gaat over de schitterend van God. De troon van God. De 24 oudsten. De openbaring van Jezus Christus. Wie is hij? En wat heeft hij voor ons gedaan? Dat is wat we lezen. Een openbaring 1 tot en met 5. De schittering van God. En wie is hij? En wat hij voor ons heeft gedaan. Ja, echt super bedankt iedereen die nu gevolgd hebben. Jullie zijn echt toppers. Ik kan dit niet zonder jullie. Dus jullie zijn echt toppers. Dit motiveert me wel. En blijf, zeg maar, laten we deze Bijbelstudie blijven volhouden. Morgen ga ik het over die openbaring 6 vers 1 hebben. En dan probeer ik volgende week zondag, ook al duurt het heel lang, probeer ik, want ik heb ook nog die spreuken dat ik moet doen, zeg maar, elke dag. Ga ik volgende week, morgen ga ik er eentje doen. Gaan we de eerste rampen zien. Openbaring 6 gaan we lezen. En 7, ja, 6 alleen. En vanaf zondag gaan we verder met de rest. Dus het moet gewoon stap voor stap worden gedaan. Niet alles in één keer, maar gewoon hoe God het zelf wil. Dank je wel dat je tot nu toe hebt gevolgd. Je kan altijd terugkijken als je net intuned. God zegen jullie allemaal. Ik ga even bidden om dit af te sluiten. En dan zie ik jullie morgen sowieso. Ga ik eerst heel kort de spreuken even vertellen. En daarna gaan we verder met openbaar. Morgen is gewoon een uitzondering voor deze boek. Omdat ik vind dat ik een beetje te laat ermee was. Maar ik zal het wel goed maken. Laten we bidden in de naam van Jezus. God, dank u wel voor deze tijd dat we met u mochten spenden. Dat we met u mochten doorbrengen. Dank u wel dat u ons heeft laten zien van hoe uw troon eruit ziet. Dat we deze prachtige boek van openbaring met u mogen voortzetten. Dat we de geheimen mogen weten van wat er allemaal staat in de Bijbel. U bent zo geweldig. U verdient alle eer, glorie tot in de eeuwigheid. Met uw schittering, Vader, licht, Vader, schijn in ons leven. Geef ons de rust en vrede. Deze avond als we weer gaan slapen, Vader, bescherm ons de week die aan zal komen. Geef ons de kracht en de moed om te blijven wachten op u, Jezus Christus. Want wij willen deze wereld niet leven. Maar als we lezen van hoe mooi de toekomst voor ons gepland is, Vader, dan weten we zeker, Vader, dat we niet willen zijn. Samen met alle mensen die hier op aarde leven, Vader, wil ik u danken en prijzen voor uw schittering, Vader, dat u voor ons, Jezus, bent gestorven aan het kruis en u heeft ons gered van de dood. Dank je wel daarvoor. En ik open op de harten van iedereen die dit zal horen en luisteren. Want u wil geschieden, Vader, niet alleen vandaag, maar u wil geschieden elke dag in ons leven. Help ons om de boek Openbaring te bestuderen en naar te luisteren, Vader, en wijsheid uit te halen, Vader, zodat wij weten van hoe wij deze wereld moeten leven en wat ons allemaal voor mooie dingen te wachten staat en waarom we eigenlijk niet de verdrukking willen meemaken, Vader, want velen zijn dat vergeten. Dus
Help ons om in te zien, Vader, dat het veel beter is om met u te zijn in de hemel dan hier op aarde te zijn. En dank u wel, Jezus. Dank u wel dat u ons hebt gered van de dood. En dat u ons heeft gewaarschuwd voor de dingen die zal komen. U bent zo'n geweldige God. U laat ons nooit in de steek. Er is niemand die kan zeggen dat u ons niet heeft gewaarschuwd. Dus dank u wel voor de waarschuwing. En help ons om standvastig te blijven in het geloof. En met elkaar te blijven om te bemoedigen in de machtige naam van Jezus Christus. Met alle respect, dank u, Koning Jezus. Amen. Dank jullie wel dat jullie gevolgd hebben. Dank je wel, Ingrid. Echt topper ben je altijd. Lala, dank je wel. Rachel, Elie, jullie zijn echt geweldig. God zegen jullie. Dank je wel voor de steun, voor de bemoediging. Ga zelf maar voor je thuis even. Ga voor jezelf maar thuis even een Bijbelstudie. Dan kan je lezen Johannes 1 tot 5. Want ik heb de brieven natuurlijk wel niet allemaal voorgelezen. Dus als je het echt wil begrijpen, dan kan je nog terugkijken. En dan voor jezelf even lezen wat het betekent. Morgen kom ik, gaan we over Openbaring 6 praten. En dan gaan we, ja, spreuken natuurlijk. En dan gaan we vanaf zondag weer verder met, onze Bijbelstudie. Dus over Openbaring. Gewoon geloof me, dit boek is zo leuk. En het is zo vol waarheid. En je ogen zult opengaan. Je zult een hele andere kijk hebben over wat Openbaring eigenlijk is. En wat het voor ons betekent. Dus dank jullie wel dat jullie mij gevolgd hebben. Dit komt straks ook op YouTube. En thank you so much. Ik wens jullie alle zegeningen vanavond. En ik zie jullie morgen rond 7 of 8 uur ben ik hier live. Want ik wil dit nog even goed met jullie over hebben. Dus thank you en tot dan. Dankjewel iedereen. Fijne avond.